Dit zijn de kaartjes voor de stier van juni. Ik ga werken met de boodschappen van de engelenkaartjes. Aartsengel Michael kaartjes. En de aartsengelen. Op de kop. Aartsengelen kaartjes. Als eerste komen de boodschappen van de engelen voor jullie. Ik heb het al klaargelegd, dus zal even kijken wat het kaartje zegt. Oké. Dus Yvonne en de dieren. Er zijn stieren van jullie. Jullie zijn sowieso natuurlijk een sterbeeld wat heel veel met dieren heeft, hè? Maar er staat er ook, je hebt een speciale band met dieren, maar dat hebben de stieren sowieso. Maar er zijn ook mensen waarbij dit een bericht is, dat de engelen waken over je lievelingsdieren. Dus dat mensen misschien een dier verloren zijn, dat ze nog verdrietig erom zijn, maar dat de engelen, dat je misschien ook al, dat vertellen de engelen me nou, dat je ook al gemerkt hebt dat de energie van dat beestje misschien eens bij je is. Hè? Want jullie hebben een mooi band met je dier. En als zo'n dier wegvalt, dan is dat verdrietig natuurlijk. Maar weet dat goed voor de dieren wordt gezorgd nu. En dat je misschien ook al eens het beestje terug hebt gevoeld of dat er iets gebeurde. Kijk, en dan zegt Rochelle, als je wil dat je wat doorkrijgt of zo, van misschien spiritualiteit, maar misschien ook wel van dat diertje wat daar dan ligt. Of in ieder geval, als je gehoor geeft aan de innerlijke leiding van je hart, dan, en dat ook opvolgt, zeg maar, dan zul je succes hebben. Dus luister met name naar je hart. En nou, dat hoofd mag er wel bij zijn, hè, maar neem de beslissingen met je hart. En misschien kan je meditatie doen, zodat je beter je hogere zelf kan horen. Oké, dat is mooi. Dat is Chantal. Er is een nieuwe romansopkomst met een nieuwkomer of door hernieuwde hartstocht. Nou, dat is mooi voor jullie stier. Het is degene die dus een relatie openstaan voor een relatie. Dan zou dat kunnen betekenen dat er best een nieuw iemand op je pad kan komen. Maar voor anderen is het dus een vernieuwing van de relatie. En dat het een verdieping is eigenlijk. Ik vraag even wat engelen nog meer over zeggen. Of Chantal? Eigenlijk geloven in jezelf. En je openstellen voor dat hart. En dat hart misschien wel openen. Misschien door vergeving ook, dat je ook kan groeien naar dat hart luisteren, dat je daarvan groeit. En dat er dan ook een persoon in je leven komt die ook probeert een beetje met zijn gevoel ook te leven. Zodat jullie samen verder gaan. In een relatie betekent het dat misschien je partner zegt van, goh, wat heb je gedaan? Want je lijkt veel zelfverzekerder of ik zie aan dat er iets veranderd is. Maar weet dan dat hij zegt van, goh, dat wil ik eigenlijk ook wel eens proberen of zo. Hè? Dus, maar dingen loslaten en naar het hart luisteren, dat is heel belangrijk voor jullie. Sieren. Voor jullie. Dan wil Michael nog zeggen dat het huis wordt beschermd door de engelen. Aartsengel Michael, dankjewel dat je over mijn huis en haar bewoners waakt. En dankjewel ook voor de adviezen over mijn financiën, zodat ik het makkelijk kan veroorloven om mijn huur, hypotheek of belasting te betalen. Nou, financieel of huissituatie, vraag de hulp van de engelen. Nog meer? Dat is het. Oké, ja, kijk, daar komen de engelen van liefde ook nog. Dus die zitten eigenlijk bij Chantal, hè? Twee keer de liefde ligt hier al. En ik zal het even voorlezen, want het is een mooie tekst. Lieve beschermengelen van mijn tweelingziel, dankjewel dat jullie mijn tweelingziel en mij voorbereiden op de liefde. Dat jullie ons motiveren om gezonde veranderingen in ons leven te maken en dat jullie ervoor zorgen dat wij elkaar zullen ontmoeten. Dat we elkaar zullen aanspreken.
en zullen herkennen. Nou, dubbele liefdekaart ligt hier, dus dat is heel erg mooi. En als die liefde dus komt, ga dan door zonder enige angst. En dus ook weer het hart, hè, waar dat licht wordt gehouden. Dus laat je hart zeg maar open en dan komt die liefde op je pad. En dat kan misschien beangstigend zijn door wat je in het verleden hebt meegemaakt. Maar ga door zonder enige angst. Vraag maar of de engelen mee willen lopen in feite. Dat je het overgeeft, je angst, aan het universum. En dat ze je willen helpen. En Michael kan je ook heel veel kracht en vertrouwen geven. Hè? Dus laat de angst los. Hart proberen te openen. En dan komt er een mooie liefde op je pad. Ja, het gaat eindelijk lukken. Overwinning. Je gebeden zijn verhoord. Heb er vertrouwen in. Dus heb vertrouwen. Ga gewoon aan die meditatie werken, zeg maar. Vraag een bescherming van de engelen. En dan zijn die van jullie heel veel gevoelig. Ook voor de maan. Hè, dus let op de volle maan in februari. Ja, en profiteer ook van die maanfases. Dus als je een beetje een avond hebt en denkt, oh, ik ga toch weer naar de angst. En je voelt dat die maan vol is. Ga en vraag de energie van de maan. En als je wat slechter slaapt, kan je weten dat dat door die volle maan komt, bij wijze van spreken. Nu met de nieuwe maan in mei is er gewoon ook al heel veel gebeurd. Die maan die heeft ontzettend veel kracht. En daar kan je Haniel ook altijd voor vragen. Maar jullie gaan echt gevoelig worden hoor. Want van sommigen van jullie betekent het ook dat er helderziendheid komt. He, Raziel die zegt, ik ben je behulpzaam om je spirituele ogen helemaal te openen. En dat zit vaak bij het derde oog. Hè? Daar, daar zie je de beelden met helderziendheid. Dus van jullie hart openen, geeft die liefde, geeft spirituele ontwikkeling. Dus er gaat veel gebeuren voor jullie in juni. Heel veel liefde en licht toegewenst. En ik ben altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult. Hele goede maand toegewenst. Dag!